Brugklas versus. 2 teams, 4 acteurs, 3 challenges. Dan is dit denk ik 4. Oh! Brugklas, het uit maar laten! Oké, wat het liedje? Even luisteren. Ja! Ja! Kom snel! Je ziet ook alleen maar chaos. Tijdens 3 challenges komen wij erachter welk team de meeste brugklaskennis heeft. Kom op, pap! Go. Daar is mijn kluisje. Bam! Oké. Okay. dan hoop ik nog maar. Hier spreekt tot jullie, mevrouw de Jong. Welkom terug op het Koning Willem-Alexander College. Jullie staan als team ergens in deze school. Jullie weten niet wie het andere team is en dat houden we zo. Wat we gaan doen... 1 gang, 3 challenges. En wie het snelst de vlag op het schoolplein in de heuvel heeft geprikt, is de winnaar. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja, toch? Oké. 3, 2, 1, go! Die kant op? Ja, we kunnen ook zo. We gaan zo. Okay. Sowieso. Nou, leuk. Oké. Oh! Hier is niks. Kaartje. Leuk! Oké. 10 seizoenen Brugklas betekent 10 verschillende groepsfoto's. Weet jullie welke foto bij welk seizoen past? Ja, dat weten we. Bij ieder poster juist een cijfer. Oké, dat is sowieso... Seizoen 1, moet het sowieso. Wat is seizoen 2? Ja, dat weet je toch wel? 1, we doen eerst 1. Dat is makkelijk. Oh, allemaal? 10? 3. 1, 2, 2, 2. Is dit seizoen 2? Ja, wij kwamen erbij. Ik kwam erbij in seizoen 2. Oh ja. Dit is 2. Dit is 2, toch? Seizoen 3. Daar. Met Bikkel. Oh ja. 4. Oké. Dan is dit denk ik 4. Dan is dat 3. Nee. Huh? Jawel, want hier zien er veel jongen uit. Oh! Oké, seizoen 4. Nu wordt het lastig. Nee. Dan was jij weg. Was ik... Hoezo weet je dit zo goed? Maar ik was er nog wel. Daar, Mats en Selma. Ja, die is hem. Oké. En dan daarna is het of die. Ja, seizoen 6. Met Saber nog in. Is die ene hierna? Dat is die mooie. Met Claire kwam er toen bij. Jeetje, die zijn snel. Doe ze rustig, joh. Dadelijk is het meteen afgelopen. Wie staan er bij 7? Dat zijn Vincent en Sterren, dus Vincent en Sterren moeten er weer op staan. Maar gewoon logisch nadenken. Nee, dat klopt niet, want hij zit hier ook. Sam zit hier ook. Ja, maar hij zit dus meteen 2. Ja, maar hier ziet er toch ouder uit dan daar? Waar is 4 dan? Hier is 10. Oké, top. Ik kan... Ik ben... Kom aan, meiden. Dit is echt slecht. Laten we het gewoon, we gaan pakken en dan gaan we hier weg. Goed. Volgens mij klopt het. Klopt het? Ja. Ja, oké, let's go, volgende. Afval. Oh. Let's go! Geen volle bek. Oké, door. Vorig jaar hebben de acteurs van Brugklas samen een superfan tegen elkaar gebatteld. Tijdens de Brugklas superfan quiz. Oké, ik zie hier vragen liggen. Let's go, gewoon boeien. Maar, dat is 2. Maar Belle kwam er in seizoen 2 bij. Ja. Dus dan is dat 2. Ja, dat hebben we. 1, 2. Maar je ziet ook alleen maar chaos ook. Vraag 1. Hoe heet de film van Brugklas? Brugklas, de tijd van mijn leven. Ja. Yes. Yes. Met wie gaat Max vreemd tijdens de verkering met Anouk? Katja. 100%. Ja. We moeten gewoon door. Weet je, een 5,5 is ook voldoende. Maar het is ook... Maar ik snap het niet. Die vlag meteen. De vlag is weg. Doe maar zonder, ik heb hem. Kom aan, meiden. Welke docent speelt al 10 seizoenen in Brugklas? Steenkamp. Nee, niet waar. Ze begonnen in seizoen 2. Dat is Gimbergen. Hebben jullie nog iets onthouden van Brugklas? Of is al jullie Brugklas-kennis verdwenen? Nice. Oké. Hoe heet de film van Brugklas? Brugklas, het uit mijn leven! De Wilde, sowieso. De Wilde. Oké. Ja, wist ik niet eens. Welke leerling verhuist naar Amerika? Kian. 100%. Maar hier gaat Max vreemd tijdens de verkering van Anouk! Oh, nee.
weet ja, dat was in het hoekje. Ja, dat ze zo lag met tongen. Lisa, denk ik. Vraag 5. Hoe heet de voorganger van mevrouw de Jong? Meneer Veld, toch? Gerrit Veld. Ping. Oké, let's go. Dat is wel. Dan heb je dus een soort van 10 seizoenen in Brugglas. De Wilde. Kian, welke Kian. Ik... Hoe heet de voorganger van mevrouw de Jong? Die man. Veld! Oh. Kom, Stan! Wat is dit? Het is helemaal leeg. Dit is niet het goede. Jawel, er staat een ding. Er zijn glitter gordijnen, dus dat moet er wel zijn. Is dat niet Lisa? Mogen wij een tip? Nee. Hopelijk hebben jullie een beetje losse heupjes, want voor deze opdracht moeten jullie gaan zingen met je billen op het bruggasnummer. Jullie dans moet 100% synchroon zijn, maar jij bent snel naar de gang, want daar staat de challenge op jullie te wachten. Succes. Oké. Synchroon dans. Synchroon dans. Synchroon zwemmen. Ik weet zeker dat ze ons niet zomaar hier laten staan. Zit hierin, hè? Zeg maar. De onderkant doet niet hetzelfde, want het zit gewoon hetzelfde. Hier. Ik denk het wel dan. Het is ook een vieze vloer trouwens. Oké. Oké, wat is het liedje? Even luisteren. Brugglas Lieder. Ja! 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 Dit is gewoon een oh! We doen onze handshake. Ja! Oh ja, dat is een goed. Zoek op Google! Max, zoenen in de gang. Tongzoen in de gang. Katja! Katja! En dan doen we zo. Kijk welk lokaal! Ja, ik denk dat we echt heel leuk hebben zo. Ja, gaan we hem doen? Proberen? Ja, gaan we hem doen. Oké. Ja. Welk lokaal is het? Hey, ik heb de vlag ook! Ja, hij is perfect! Gedaan! Oké! We moeten die vlag gaan planten in de dinges. Deze opdracht moeten jullie gaan swingen met je billen op de brug als leader. Ik ben trots op jou. Oké. Heb jij de? Oh my god, er is toch niemand. Er is zeker niemand. Kom op. Zullen wij gewoon stoppen, Elsje? We gaan naar huis, jongens. We gaan stoppen. Nee, het is niet zo. Het is klaar. Nee. Weet je, zij hebben toch al gewonnen. We gaan. Weet je, het ging toch alleen maar om de eer. Ja, inderdaad. Dus wat maakt het uit? Doei. We hebben gewonnen. Applaus. Dank jullie wel. Waar is de jong? Geen idee. Vorige keer kregen ze allemaal confetti. Inderdaad. Ja, zoek het dan maar uit. Kom, we gaan. Maar weg. We hebben in ieder geval gewonnen. Yes! Mevrouw de Jong, waar bent u? Heel erg leuk om te winnen, maar... We hebben niks. We hebben letterlijk niks. Niet eens confetti. Nee. Zullen we dan maar een filmpje pakken? Of zo? Misschien draait terug als de tijd van mijn leven nog. Zullen we daarheen? Ja, let's go. Yes, leuk. Maar ik denk dat ik gewoon dat dingetje had omgegooid. Die vlag staat er al, joh, van hun. Ze zijn gewoon naar huis. Oh, wat erg. Nou, dit ga ik echt vergeten zo snel mogelijk. Ja, wie was nou oranje? Niek. Wacht eens even. Die heb ik volgens mij. Hallo, Niek. Hi, met mevrouw de Jong. Hallo, kom je aan mijn nummer? Gewoon, staat in mijn telefoon. Maar die oranje vlag die staat hier op die heuvel. Waar zijn jullie? Ik zit al lang thuis, filmpjes te kijken met Bel.
Thuis? Hoezo thuis? Je bent toch hier een challenge aan het doen? Ga je dan niet naar huis? Oké, nou ja, dat is dan jouw probleem. Oh. Nou, joeg, gefeliciteerd. Doei. Oké, doei. Raar jong. Oké. Heb jij de